Turner. Ja, ik moest net al even lachen, maar het is meer omdat het bijna een absurde situatie is en niet omdat het niet heel treurig is. Want dit is gewoon een noodgreep. Dit zijn gewoon vier partijen die er samen niet uitkomen en gezegd, nou, we hebben tijd nodig en dit is nog steeds een kabinet in crisis en niets is opgelost. Ja. Wordt er dan nog wel bestuurd? Nee, want regeren betekent dat je durft te handelen en keuzes durft te maken. Of je breekt iets open en je zegt, we gaan het anders doen. Dan is het aan de rest van de Kamer en het land om te beslissen, dit vinden we oké. Maar je kunt niet zeggen, we schuiven de verantwoordelijkheid weg, wat je nu feitelijk doet richting de provincie, zonder dat helder is wat er nu gebeurt. Want er wordt niet gestart. Mm-hmm. Er wordt ook niet versneld. Er ligt een kader van 2030, maar van wat onduidelijk is het er wel of is het er niet? Ja, en misschien ook een absurde manier om te kijken van, nou, BBB gaat het allemaal wel voor ons oplossen, maar dit gaat uiteindelijk niet werken en is dus ook niet houdbaar. Dus al met